Hey, vandaag neem ik voor het eerst een video op met mijn nieuwe computer, met mijn laptop. Dus ik hoop dat de resolutie hetzelfde is als wat je gewend bent van me via mijn iPad. Zo niet, laat het me vooral even weten. Vandaag een topic die eigenlijk al vaak terug is gekomen in vraag en antwoord. Ik zeg heel vaak in die video's van vergeef de ander. En daar wil ik het toch wel over hebben, want er zijn veel vragen rondom vergeven. Ik heb de quote: wil je gelijk of wil je geluk? Vergeven draait om het jezelf verlossen van de pijn. De pijn die jij met je meedraagt, van iets wat er gebeurd is. Vergeven moet je zien als een cadeau aan jezelf. Iemand heeft jou pijn gedaan. Ja, iemand heeft jou iets aangedaan. Het kan ook zijn dat er een oude wond in jou is opengehaald. Dus er is iets in het verre verleden gebeurd. Je ontmoet nu iemand 10, 15, 20, 30 jaar later. En die kan iets doen waardoor die wond van 30 jaar geleden wordt opengehaald. En je geeft de ander daar de schuld van die pijn die jij voelt. Die pijn die zat al in jou. Het is eerder opgedane pijn in jouw leven die je weer opnieuw voelt. Je kan mensen in je leven hebben. Je kan verteerd zijn door haat. Hoopt dat de ander zich vreselijk voelt. Want kijk eens wat jij mij hebt aangedaan. Jij hebt pijn. Jij hebt verdriet. Jij bent boos. Jij hebt woede. Je kan het niet verkroppen. Hoe kon de ander jou dit aandoen? Machteloos. Gevoelens. Wrok, boosheid. Je kunt enorm vermoeid zijn. Want hé, dit blijft allemaal hangen in jouw energieveld. Bitterheid. Die haat die maakt jou eigenlijk tot een slachtoffer. En ik denk dat je me inmiddels al lang genoeg kent. Ik ben geen slachtoffer en jij ook niet. Wij gaan dit gewoon badassery omdraaien. We gaan een andere mindset krijgen. Het is ons overkomen en wij zijn 10, 20, 30 jaar geleden het slachtoffer van geweest. Maar wij voelen ons geen slachtoffer en we gaan de verantwoordelijkheid pakken. Dat is het. Het is iets in het verleden wat gebeurd is en daar hou jij je aan vast. Dat belemmert jou om door te gaan met je leven. Jouw geluk is niet afhankelijk van de ander. Laat dat duidelijk zijn. We geven onze kracht uit handen aan de ander. Door de ander voelen wij zo. Voelen wij onszelf zo. Jij hebt een keuze. Ik heb een keuze. Wij hebben een keuze. Wij bepalen, niet de ander. De ander heeft geen invloed of geen macht over ons. Merk je het verschil? Hoe zwak je eigenlijk opstelt op het moment wanneer jij jouw boosheid op een ander uit. Al je aandacht op een ander richt. Het vreet energie. En vergeven betekent niet dat het niet erg is. En dat je geen verdriet hebt gehad. Of dat je goed praat wat de ander heeft gedaan. En je geeft de ander geen gelijk, want dat weerhoudt ons om een ander te vergeven. Ja, maar als ik die persoon vergeef, dan geef ik die persoon gelijk voor wat hij gedaan heeft. Voor wat hij geflikt heeft. Boosheid achter. Maar het is dat jij jezelf wil bevrijden van die last. Jij wilt je helemaal niet meer zo voelen en jij wilt het helemaal niet meer met jou meedragen. Dat is een oude koffer van een vorig station. Die moet jij achter je laten. Je bent er helemaal klaar mee. Weet je hoe lang je hier al mee gelopen hebt en mee gezult hebt? Wanneer je bewust vergeeft, voel jij bevrijding. Je voelt opluchting. Je voelt vrede in jezelf. Je krijgt weer meer liefde en licht in jou. Je wordt er lichter van, want hey, je gaat van lage frequentie naar hogere frequenties. Respecteer je gevoelens. Doorvoel ze allemaal. Ontken ze niet. Maar ga niet het projecteren op een ander.
van door die persoon, voel ik mij nu zo? En kijk naar je pijn. Erken jouw pijn. Doorvoel de pijn. Herbeleef de pijn. De hele shebang. Je kan niet zeggen, oké, ik vergeef je, klaar. Nee. Kijk ernaar. Met liefde. Voel het maar. Kijk met compassie naar jouw emotionele wonden. Met liefde. Ze zijn er. Je kan het niet ontkennen. Het is er. Maar het moet getransformeerd worden. Die woede mag omgebogen worden naar liefde. En dat is vooral liefde voor jezelf, hè? Je kunt erover praten met anderen. Of je naar een psycholoog, coach, therapeut, life coach, mind coach gaat. Of een goede vriend of vriendin, een familielid, een ouder, een zus, een broer. Maakt niet uit. Het is voor jouw keelchakra ook goed dat je bespreekt wat het met je doet. Waarom je boos bent, wat er jou is aangedaan. En dan geef je er echt een stem aan. Dan geef je ook gehoor aan het innerlijke kind wat in jou zit. Die het nog zo voelt dat dit gebeurd is. En stel jezelf de vraag, was dit persoon naar mij gericht? Want ook dat, hè. Mensen kunnen ineens iets eruit flappen of iets doen. En het heeft niets met jou te maken. Maar jij betrekt het wel mooi op jezelf. Want hé, het is toch op jou gericht? Maar misschien had die ander een off day. Het kunnen ook kleine dingen zijn. Het hoeft niet alleen maar grote dingen te zijn. Het is niet allemaal huge. Soms kunnen we met iets lopen wat helemaal niet zo bedoeld is, toch een ander. En wij blijven er maar mee lopen. En de ander weet het niet eens. Eigenlijk gaat het nooit om jou. Het klinkt heel raar, maar mensen zijn nogal bezig met hun eigen leventje. En wanneer iemand gestrest uit zijn werk komt, of die heeft eventjes een lichamelijke pijn, waardoor die eerder gestrest of geïrriteerd of gefrustreerd is, en jij komt langs, en jij bent op dat moment de sjaak, dan is dat niet, hoort dat niet van jou. Dat hoort niet bij jou. Dat hoort bij de ander. Dus hé, wat is van mij en wat is van de ander? Bewaak jouw grenzen daarin. En vergeef de ander. Je kan er zelfs om lachen. Je kan er ook met humor naar gaan kijken. Van, nou, die heeft even zijn dag niet, zeg. Wat fijn dat ik daar op dat moment aanwezig was, zodat die persoon het op mij kon botvieren. Ik zie de liefde, want die persoon is liefde, alleen is die het zelf even vergeten. En, als je zo kijkt en denkt, dan zitten we wel een leveltje op, hè. En sta stil bij je gevoelens. Doorvoel je gevoelens, doorleef ze. Kijk met compassie naar de dader of degene die het jou in jouw ogen heeft aangedaan. Met mildheid, met inlevingsvermogen. Waarom heeft die persoon dit gedaan? Wat is zijn of haar achterliggende pijn? Want hé, iemand die pijn heeft, doet pijn. Iemand die niet aan zijn eigen wonden en trauma's en jeugdwonden en al het verdriet heeft gewerkt. Die blijft lopen met verdriet in zich. Dit kan die naar jou toe uitdragen. En dan loop jij ermee. En zo gaat het cirkeltje maar rond en rond. En dat mogen we doorbreken. Probeer het eens uit als iemand vervelend is of niet leuk is. Kijk met mildheid ernaar. Als jij in staat bent om te zien dat er pijn zit in de ander, dan komt vergeving dichterbij. Zie het vanuit een ander perspectief. Waarom doet iemand iets wat hij doet? Ik had van de week 2 voorbeelden. Ik wil ze graag met je delen. Het zijn hele onschuldige, gekke, grappige momentjes. Maar omdat je in het moment aanwezig ben, want dat is ook heel belangrijk, in het nu, in het hier en nu zijn, kan je er gewoon met alle rust naar kijken, van hé, oké, dit is de situatie, wat grappig.
eerste moment ging ik voor een nieuwe fiets. En ik liep de winkel in, maar er stond al een vrouw buiten. Die stond te wachten. En het was echt geen lekker weer, het was gewoon koud. Maar in verband met de 1,5 meter maatregel, je kent het wel, stond ze netjes buiten op de stip. En ik liep langs haar heen, want ik ben geen hond. En ik ga niet buiten staan in de kou of in de regen om mijn nieuwe fiets op te halen. Dus ik loop naar binnen en, wat denk je, natuurlijk, ik sta hier ook te wachten hoor. Dan even een momentje en ik denk eraan, ja maar ik piep niet voor. Maar ik blijf niet buiten wachten. U kunt ook naar binnen. U hoeft niet buiten te wachten. Ik zag iets in de gebeuren. En je weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar haar gezicht werd minder boos. Want zij voelde zich niet gehoord. Of niet gezien in dit geval. Van hé, hallo, zie je mij niet staan of zo? Dus dat is een kind. Zij heeft zich ooit genegeerd en afgewezen gevoeld. En nu 30 jaar later, of weet ik veel hoe oud en hoe lang geleden het is, komt er een vrouw en die loopt zo dwars langs haar heen en die denkt wel eventjes wel naar binnen te gaan, terwijl zij netjes staat te wachten. Verrek, waar rempel, ze ging naar binnen. Zij dacht op een gegeven moment ook van, hé, waarom sta ik eigenlijk in die kou of in die, ja, het was geen lekker weer, laten we het daarop houden. Terwijl misschien 5 jaar geleden had ik gedacht, bekijk jij het lekker? Of ik had iets teruggereageerd, gezegd. Of zie de mildheid. Weet, snap waarom ze dit zegt tegen jou. Zij voelt zich gepasseerd, letterlijk en figuurlijk. En doordat ik er in haar de bewustzijn shift, ja maar hé, jij bent voor mij. Ik heb jou gezien. Ik zie u staan. Ik zie u. Daar gaat het om bij mensen. Ze voelen zich niet gezien. Kijk in iemands ogen als die gemeen is of een rare opmerking maakt. Of het komt uit de angst voor zie jij mij niet. En als wij met die mildheid gaan kijken, test het, probeer het uit. Kijk bij de volgende die iets doet van hé, voelt die persoon zich niet gezien bij mij? Desnoods zeg je het letterlijk. Ja, maar ik zie je wel. Ik zie jou. En dan wordt de angst verdraaid naar liefde. Het gaat hier. Nee, voordat ik daarop verder ga. Ik had 2 voorbeelden. Vervolgens ging ik naar de HEMA. Mag dit eigenlijk wel? Whatever. Ik ging naar een winkel. En ik stond bij de kassa af te rekenen. Ik had alles al op de toonbank klaargezet. Ik had mijn portemonnee al klaar. En er kwam een oudere man. Die gaat zo voor mij staan en die legt zo zijn beleg en die schrijft zo op die toonbank van zo, dit ga ik eens eventjes mooi afrekenen. En ook daar weer was ik de waarnemer, de observeerder van dit hele mooie tafereel. Ik dacht, wat de fuck gebeurt hier? Die man heeft waarschijnlijk haast. En die jongen achter de kassa die zei, meneer, deze mevrouw is eerst. Ik zat gewoon echt als een mails spel te bekijken. Het is gewoon één groot toneelstuk, dit hele leven. We zitten gewoon in een film. En hoe reageer je erop? Dus, oh, nou, dan laat je er maar voor. Ik zeg, meneer, met alle liefde, u mag voorgaan. En ook bij hem gebeurde er weer iets in zijn blikveld, in zijn opslag van zijn ogen, of hij rekende af. Hij draait zich om. Fijne dag hoor, mevrouw. En het een mooie dag gewenst. Zoiets was het. Ik zeg, u ook, meneer. Laten we gewoon in die liefde blijven. In plaats van, had ik ook weer kunnen zeggen, zo, hallo, wat denk jij wel niet? Oké, let it be. Dus, die 2 voorbeelden wilde ik even aankaarten of aanhalen. En het gaat niet om wat je meemaakt. Maar hoe je met wat je meemaakt omgaat. Het is je mindset. Eigenlijk is niet willen vergeven het oordelen over een ander. Jezelf op een hoger voetstuk plaatsen. Ik ben beter, de ander is fout. Waardoor jij verdeeldheid krijgt, afgescheidenheid. Jij ziet de ander niet als een andere versie van jou. Jij ziet daar competitie in, concurrentie. Ik ben ik en dat is de ander. Nee. Wees meer liefdevol.
Ik ben beter dan de ander. Het. Ik praat fout over de ander. Dat maakt mij een beter mens. Want hé, de ander zit fout en niet ik. Ik voel me verbitterd om iets wat de ander heeft aangedaan. Ik praat ook uit de ik-vorm. Je mag zeggen wat je nu doet. Ik vind dit helemaal niet leuk. Maar dan blijf je wel in je eigen kracht staan. In plaats van wat jij mij nu aandoet, dan word je het slachtoffer. Als je het bij jezelf houdt, natuurlijk mag je zeggen, ik vind dit niet leuk. Ik voel me hier vervelend bij, ik voel me hier rot bij, verdrietig bij, ik word hier oud in de ik-vorm. Wanneer je het lijden van de ander ziet, kun je door begrip vergeven. Waardoor jij ook weer verder kan. Ik hoop dat het hier wat mee kan en dat je iemand hebt. Of dat nou vrij recent is gebeurd of in het verleden. De persoon waar je nu aan denkt, als je denkt van zo, die mij heeft geflikt of waar. Ergens iemand die jou pijn heeft gedaan. Ben jij bereid vandaag één persoon te vergeven? Het zullen er ongetwijfeld meerdere zijn. Waar je boos op bent, waar je een wat dan ook mee hebt. Je verlost jezelf van het verdriet. Het is een ballast wat je met je meedraagt. Het is een cadeau aan jezelf als je een ander vergeet. Zelfs als die ander jou geen excuus aanbiedt. Dat is niet nodig. En de ander hoeft ook niet te weten dat je de ander hebt vergeven. Jij weet het, God weet het. Laat me vooral weten hoe jij over vergeven denkt. Of je vandaag iemand kan vergeven. Of je iemand hebt vergeven. Laat het weten. Let's stay connected. Ik wil je bedanken voor het kijken. Like en share. Je mag deze video delen. En een hele mooie dag. Licht en liefde gewenst. Tot de volgende. Namaste.